Het doel van Learning Online is onze medewerkers bepaalde trainingen te kunnen aanbieden die je eigenlijk niet live voor elkaar krijgt. In de horeca is het natuurlijk heel moeilijk om in een 24 uur bedrijf al het personeel in één keer bij elkaar te krijgen. En door een online trainingsplatform is dat wel mogelijk. Kunnen alle medewerkers dat op hun eigen tijd en eigen manier doen. Dit platform van de Valk Opleidingen is voor ons een mooi hulpmiddel om medewerkers voordat ze bij ons in dienst komen al op te leiden. En vervolgens kennis te laten maken met ons bedrijf. En een aantal basisvaardigheden op theoretisch niveau volgens mij te geven. Nou, wij vinden het belangrijk om mee te doen aan het e-learning platform, omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers blijven kennis ontwikkelen. En dit ook binnen de kantoreel, maar ook de buiten kunnen toepassen. Voor ons was het doel om alle medewerkers dezelfde trainingen te kunnen geven. Dat we dezelfde input konden geven over de trainingen. Dat wil zeggen, ja, gastvrijheid is natuurlijk voor iedereen. Ervaart dat anders, interpreteert dat anders. Alleen wij vinden het wel belangrijk dat onze interpretatie in deze naar alle medewerkers hetzelfde overgedaan. In Arnhem en Nijmegen hebben we iets verschillende cursussen op het platform. In Arnhem hebben wij bijvoorbeeld een Green Key training, omdat we daar Green Key gecertificeerd zijn. Hier in Nijmegen hebben wij een Green Globe training, omdat wij hier Green Globe gecertificeerd zijn. Daarnaast zijn er verschillende trainingen over gastvrijheid, over BHV, ontruimen, communicatie. Dus eigenlijk algemene horecatrainingen die in elke zaak van pas kunnen komen. Voor de keuken bijvoorbeeld meer gericht op allergenen en HACCP. En voor de bediening is het weer verantwoorde alcohol schenken, dat soort trainingen. Ja, het e-learning platform bevat echt heel veel cursussen. Heel uiteenlopend van Green Key tot allergenen, HACCP, gasgerichtheid, verantwoord alcohol schenken. En ook enkele BHV e-learning. En dat zijn echt de basisdingen die voor ons, zeg maar, de medewerker moet weten om binnen de kantoor aan het werk te kunnen. Wij gebruiken het in Nijmegen ook als communicatiesysteem, dus voor het versturen van nieuwsbrieven. En daarmee kun je op een hele goede en snelle manier communiceren met je medewerkers. Ik denk dat het heel goed is om extra kennistoetsen toe te voegen, omdat medewerkers dan getriggerd blijven om zichzelf te ontwikkelen. En omdat ze dat in hun eigen tijd kunnen doen en bij wijze van spreken met hun iPad op de bank, blijven ze toch gemotiveerd om aan de slag te blijven met hun eigen ontwikkeling. Dus hoe vaker je een moment voor een toets of een memo test invoert, hoe beter het zou zijn. De nieuwe mensen zijn voor ons, die houden het programma up-to-date. Op het moment dat je alleen maar blijft bieden wat je altijd geboden hebt, dan denk ik dat het programma uiteindelijk afslapt. Maar continu een update geven over nieuwe ontwikkelingen in de markt, over hulp van veiligheid, die houdt ook dat je dan medewerkers up-to-date houdt bij e-learning. We hebben op dit moment ongeveer 270 ingeschreven medewerkers. En we hebben sinds dat we begonnen zijn ruim 1200 certificaten al uitgegeven. Bij ons moet iedereen verplicht gebruik maken van het platform. Dat wil zeggen dat we onze medewerkers verplichten cursussen te volgen. Dat we dus ook kunnen monitoren of ze de certificaten hebben gehaald. Dus in Nijmegen zijn we momenteel 120 medewerkers die er gebruik van maken. En onze vestiging in Arnhem ongeveer 80. Ik vond het gebruik zeer leerzaam. Ik heb veel dingen van geleerd van het bedrijf. Hoe we hier omgaan, zeg maar, met het bedrijf, met de reglementen. Ik denk dat het belangrijk is dat het vooral heel erg makkelijk in gebruik is. Zeg, je kunt je eigen tijdschema's daarvoor inplannen. Doen wanneer het je uitkomt. Je kunt tussendoor stoppen als het nodig is. Je kunt dus allemaal in één keer doen wat ook gebeurt. Maar het is gewoon persoonlijk. Iedereen kan het net doen wanneer ze willen, dus dat is natuurlijk ideaal. Wij hebben de samenwerking met Learning Online ontzettend goed ervaren. Via een Skype-training met Jorrit, die op dat moment in Praag zat, hebben we de hele cursus gevolgd. Eigenlijk, als er een vraag is over iets technisch en je mailt hem, dan heb je eigenlijk binnen een uur antwoord. Dus dat is ontzettend fijn, je hoeft dan nooit langer te wachten.
En Learning Online is ook erg actief in het onderhouden van contacten om te kijken of alles goed gaat. De samenwerking met Learning Online is eigenlijk heel goed verlopen. We zijn eigenlijk vanaf het begin af aan al heel goed geholpen, ondersteund. We hebben ook een training gekregen in het gebruik van de back-office en de auteurstoel. En dat is eigenlijk heel goed gelopen. Ik kan het zeker aanraden aan andere vestigingen om ook aan het platform deel te nemen. Dat is vooral het gebruiksgemak, dat is één ding. En het andere ding wat eigenlijk het belangrijkste is, is je brengt medewerkers echt basiskennis bij. En omdat je je back-offers eigenlijk in eigen beheer hebt, kan je heel snel schakelen. Ik zou het leerplatform zeker aanraden aan andere vestigingen. Ten eerste omdat het een goede manier is om te communiceren met je medewerkers. Je triggert ze om zich te ontwikkelen. De cursussen zijn allemaal echt op maat gemaakt voor de horeca. En op die manier kunnen we ook van elkaar leren. Dus als vestigingen zelf een training ontwikkelen, dan kunnen we die van elkaar lenen of uitwisselen, waardoor we elkaars kennis weer vergroten.